Arno, een middag. Goedemiddag. 40 jaar tissi wie had dat gedacht? Ik niet. <achtimlishing> <laughs> ik wel, want het, het was toch een legendarische plaat, die eerste van Tissi-met, ik denk dat die. Ja, maar ik zit weer in nostalgie nu. En heb je daar iets tegen? Ben, ik vind dat soms al betalende, nostalgie. Ja. Maar ik, ik, ik krijg veel vele dingen van vroeger weer. Ja. Als de beelden en. De, de en ook luien en ook reuken. De flashback blues, hè? Ja, ik kan een flashback blues. Ja. Maar vind je dat vervelend? Ik heb, ik, je bent nog iets ouder dan ik. Maar ja, natuurlijk, er is heel veel verleden. Maar dat verleden is heel schoon. Ja, wij hebben, dat is heel waar. In de tijd dat we nu leven. Ik, ik zag het al juist nog gezegd. Onze generatie is met ons een in, in de boter. Geleefd. Ja, de babyboomers ja, na de oorlog. Dus de, ja. de sky was the limit. Kijk, wij zijn de enst, eerste generatie die in Europa een wereldoorlog meegemaakt heeft. Ja. Mijn vader heeft de wereldoorlog meegemaakt, mijn grootvader twee. En de vrijheid en de sky was the limit. Wij gingen met Dotterstop, ja. naar Kathmandu of naar Griekenland. En de sixties waren er geweest. En free, 60, love, free, free love, free sex. Alles alles was free. Ja. En ook de jeugd die, die uh, een nieuwe wereld gemaakt heeft, cultureel, mm -hmm. muziek, rock en roll, hey. in de tijd had ook nog een rol. Ja, absoluut. En ook in België, en, zeggen. Uh, en ook ik, in België, ja. dat was uh, ongelooflijk, uh, de, de, van vrijheid. Was, ik, kijk, ik rook geen jones meer, maar in de tijd, ik heb nooit een joint alleen gerookt. <laughs> Ja, dat was... Ja, en... Uh, zo gsm's en, en, en al die dingen, en Twitter en al die dingen, dat moest ook niet. Mm -hmm. En wij gingen bij elkaar, wij belden aan de deur, kom maar binnen, de frigo is voor ja. iedereen. Of je ging naar het café en iedereen zat daar. En iedereen zat daar en dat was een uh, meeting point. Ja. Nee, geen Facebook nodig, hè. Je ging nee, gewoon nee, naar het café nee, nee. en dan vroeg je, waar is Arno, die komt ze ja ja, 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 ja. Dat was ongelooflijk. Ja, van ja... Enfin, ja. Nu beseffen we dat nu, door de corona besef ik dat nu heel, heel, heel sterk. Ja. Maar laten we hopen dat de corona stopt. Ja. En dan denk ik, het, is, het was vroeger mooi, maar vandaag is toch zeker. Misschien beter. Ik vind de kranten zijn beter. Er is veel ja. meer muziek. Er is heel toffe muziek ook. Ja, 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 ja. Maar vroeger moesten we zoeken naar de nieuwe muziek. Hè. Mm -hmm. Maar er waren ook goede zenders hè, in de tijd. Ja. Ah ja? Die extreem waren. Hè. Welke dan? Wow, ik pees op FM Brussel in de tijd. Ah ja, ja, de alternatieve radio's, ja, absoluut. Dat de BRT een... draaide dat ook, uh, Wilturen alleen maar. Hè? Ja, en toch was er nog in de tijd van de BRT uh, was er Radio Oost-Vlaanderen. Ja. Dat was de woensdag namiddag. Vrij af met Gusta Koster. Ja, maar Gusta Koster, en dat, dat, dat waren alternatieve ja. muziek die je draaide. En ook Mortier is er ook mee begonnen. Ja, die was toch vroeger, inderdaad. Dat was ja, ja. op Radio 1, ja. ja. Ja, dat was toen nog niet radio, in, dat was. BRT1. BRT1, -BRT ja. -BRT ja, ja, ja. Maar je zegt, Guuste Koster. Ik zei gisteren tegen een vriend van mij. Ik zeg, ik ga Arno interviewen over die eerste LP. Die legendarische LP van Tissy En die zei. Ik weet nog dat hem toen bij Guste Koster op de woensdagmiddag op de radio was. En hij was zat. Ik zeg, dat denk ik niet. <laughs> dat denk ik niet. denk, Arno. Uh, was misschien zenuwachtig voor het interview en is dan uh, ja, in zichzelf gekeerd. En, 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 en komt soms dan moeilijk uit zijn gedachten en dat geeft een rare indruk. Maar zo dronken en stond liep jij nooit rond, ook toen niet. Nee, nee, dan hoor je nee, al nee, die nee. plaat, die is scherp, die is ja, direct. De, 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 maar vele mensen. Maar ik stotterde vroeger heel he, mm -hmm. erg. He. En dat ook, uh, ik had ook vroeger een vorm van autisme. Mm -hmm. Maar die verminderde. En die stotten is ook wat gewoon. En dat komt door de muziek. De muziek geeft meer uit. Wat ik heel straf vind aan die eerste plaat van TC Matic is: daarvoor, ik heb zo wat muziek klaars, daarvoor had je dus dit, hè. Geweldige RB rock en roll Pup-rock eh, pup eigenlijk, hè? Tchens Kouder. Kom op, baby, ja, me je ja. ja, Van hier naar t c dat is een grote stap, hè. Hoe is, dat, hoe is dat gebeurd? We hebben dat door de reis dan gedaan naar Amerika. Ah ja? Met Paul Polkoetter. In de 1 jaren 70. 78, 71. Mm -hmm. We zijn in New York geweest, uh, Californië, um, bij die grote stad daar. En om op te treden ook? Nee, 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 om op vakantie zo. Op vakantie? Va op vakantie, maar nu. Een studiereis. Ja, maar een, een autohuis en met de Road 66 gedaan en al die dingen ook. En, uh, ook, en ik zat nog in GBGB's in, in, in New York, zo mm -hmm. so de Punk Club. En ja. wat stond er daarop? Give me wat hij niet. Tjens Kouter stond ja, daar op ja, een jukebox. Ja, stond daar op de jukebox. Geweldig. Ja, dat was ongelooflijk. Ik heb er, enfin, ja. er nog een, een madame leren kennen, door. die was de kindermeester van Keith Richards' uh, kinderen. Oké. Okay. Ja. Dus dat was heel diep bij de hè? Zo kost goed dansen. <laughs> ja, enfin, ja. En dus, door, dan ik, door dan in dingen zijn in de steeds geweest en, en ik daar een flash gaat en ik zeg: shit, ik moet Europese muziek maken. Mm -hmm. Maar ik wil geen kopie zijn van Amerikaanse roem. Ja. En, maar door, maar ik wil maar zeggen ook, dat is, dat is belangrijk. Zonder de blues was er geen rock en roll. Ja. En zonder de Afro-Amerikanen was er geen jazz. Absoluut, ja. was, er, was er geen funk, was ja. er geen rock, was er. Hey, geen hip-hop, dat gaat maar door, door hè? Geen, geen door, rap. Ja, ja. Absoluut, ja. Zonder. Uh, was er geen Elvis Presley. En, Absoluut. En al die nieuwe groep ja. Beatles of Rolling Stones mm -hmm. en al die dingen. En ik ben weer naar België gekomen en ik zei: shit, nu ga ik, ga ik proberen van Europese muziek te maken. Ja. Maar ook een mengeling van alles. Hoor. Ja, want dat hoor je dus. Je hebt die, die bluesroots en, die, en die, die rock met, met Paul Coeter. En die Symmetric, daar hoor je dat dus eigenlijk. Je hoort, hoort dat later weer terug, hè? Maar dat is weg, hè? Dat was ja. moedwillig van dit wil ik niet meer doen. Ik ja. wil gewoon een andere stap zetten. Ja, ja. En dat was die stap naar ja. Europese muziek. Maar dat is moeilijk, hè? Hoe leg je dat uit aan je muzikant? Ja. Mo ik moet dat ik even. Wat is dat nu? Een documentaire gemaakt van mij van drie uur. Mm -hmm. en, en, en ze ik, weten het nog niet. En die hebben dat, dat goed gezegd. Want ik weet het. Ik, ik weet dat nog. Ik, ik zocht een drummer. En een bassist. Een mm -hmm. En een keyboardspeler. ik wilde een drummer in Die... Die heel ge andere muziek speelde dan ik. Dan ik graag wilde hebben. Mm -hmm. En... En kan ook een bassist, Ferre die was in funk. En uh, Rudy Kloot die was meer R jet R Tool en al die dingen. En Serge Face was uh, Yes. Ja, Rudy was de drummer, Serge was de keyboardspeler. Ja, ja. Yes, dus echt. Ja. <laughs> prok-rock. Oh, oh, ja, he ja. He 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 heel verschillend. En deze repetitie, dankzij. Hast nog een keer een nummer van James Brown? Die keek van James Brown, wie James Brown? Oh. Oké. Okay. En ik kloot niet zoon van James Brown en in ene keer die begint dat te spelen, maar dat was niks te maken met James Brown. Ja, ja, ja. En ik zag dat is die Oké. Okay. En dat is dat hoekige, hoekige vierkante, ja, stevige baslijn. Ja, Dank me he, ja. in mijn kop aan. Bijvoorbeeld, Ola dat is gemaakt. Ik weet dan nog, hoe dan binnenkwam in de interpretatiekot, speelde Rudy altijd hetzelfde. Toek, 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 voor hem op te warmen. En verbalen op met zijn duim, bas, als op. Toek, 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 toek. Het is een nummer. Doe dat nog een keer. Ik zei: Oh la la, het is magnifiek. En dan <laughs> zo is dat nummer gekomen. Hè. Echt ter plekke gewoon. Dat is altijd Marcel die dan speelt. Ja, ja. Voordat voor me de album opgenomen en me nog een paar singles. Zulke, mm -hmm. eh, onder andere White Rhythm. White Rhythm, ja. ja, ja, absoluut. En ik noemde mijn muziek White Rhythm. Ja. <laughs> niet als racistisch, maar wat ik zal zeggen, zonder de Afro-Amerikaanse muziek was ja. ik. Ik zat die niet. Het was een statement, hè? Ik wil ja, zeggen, ja, je ja, ja, hebt je ja. black rhythm, ja. de basis van alles. Ja, ja. En jij zegt van, nee, ik doe mijn eigen versie en ja. ik ben een bleke jongen uit ja, de ja. Het is white rhythm. Zo bruin als een aspirin. Ja. We moeten al opletten wat we zeggen tegenwoordig, want dat kan je... Ja. Tegenwoordig wordt al raar geïnterpreteerd. Ja, hè? ja, ik ben zo bruin als een aspirin. Ja. <laughs> <laughs> en dan plus er zijn er veel kostnaden. Ja. <laughs> Maar dat was wel... Want jullie hadden een contract eigenlijk met EMI. Hè? Ongeveer met Thijs met ja, Kouter. Ja, wij hadden ja. En je komt met een nieuw, uh, nieuw concept, een nieuwe groep, TC Medic. En die zeggen, we doen niet mee. Want je hebt dat in eigen beheer uitgebracht. Hè? Ja, maar dat is gekomen ook... Er was een gast die geloofde in ons. En die werkte voor een plaatfirma. Mm -hmm. En die noemde... Leven van de Broek, zaliger. Ja, inderdaad. En die heeft ons... Die, die heeft ons laten een plaat opnemen voor Sony in de tijd. Demos. En Aha. die demos zijn, is, is de plaat geweest. En Sony heeft dat betaald. Ja. Maar ze, ze, <laughs> ze hebben dat dag geweigerd dat dat niet commercieel was. Oké. Okay. Maar Geller kon dan de tapes bewaren. Ja. En dat is dan de eerste EP en singles geworden. Ja. ja. Dat Gevelig. is dankzij Leven van ja. de Broek, zaliger. En daar stond Bazooka Joe ook op. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat heb ik dan in de tijd gehoord. Ja, ja, ja. ja. En dan stond dat op de Get Sprouts plaat. Ja, ja, ja. Laten we de nummers eens even overlopen. Want dat zijn... Als je nu die tien nummers ziet... Dat is eigenlijk... Dat was meteen een statement voor de rest van je carrière, hè? Ja. Al die nummers zeggen wat jij wilt zeggen. Bye bye till the next time. Als je dat vandaag leest... Give them a weapon and they kill. Give them an electric guitar and they act like a star. Give them money... En they use their power, give them love and they're lost. Ja. Was je toen al op de hoogte dat de mensheid niet veel goeds in zich had? Ja. <laughs> Bedankt. Mijn tweede vraag. <laughs> nee, maar het zijn zware, zware statements. Ja, wat zijn. Me, de mensen maken oorlog. Hè? Ja. En er is racisme overal. Inderdaad, ja. En de mensen maken oorlog. En de mens is verantwoordelijk voor alles dat er is. Ja. En de polarisering, zoals we dat vandaag ja. noemen, ja. is erger dan in 1981. Zeker en vast. Onwaarschijnlijk eigenlijk. He? Ja. Ja. Maar heb je dan zie je de mensheid ja, slecht in? Van gaan we achteruit of gaan we vooruit? Ik kan schrik dat me me moen, er, er moet iets gebeuren. we zitten het extreme, mm -hmm. het extreme komt weer op. Ja. Ja inderdaad ja. Overal, zowel links als rechts. Mm -hmm. En zitten we in de jaren dertig, dat Frankrijk dat, dat mij nog lang of. Tja, maar vandaag weten de mensen toch wel meer in de jaren ah. dertig. Maar jonge mensen weten niet wie dat Hitler was. Nee. Dat is zoals wij niet weten wie dat Napoleon was. Ja. Oh, ik, ik, ik wil niet pessimistisch zijn, maar always looking at the bright side of life. Ja. He. Maar inderdaad, als je ziet wat Trump zegt. Fake ja. news, dat is der Lugenpresse. Ja. Dat is ook wat de Nazi's vertelden. En ik ja. zeg niet dat hij een nazist is, maar ja. je kan de. En de mensen zeggen, ja, we, we weten we niks meer van. En dat is nee. 50 jaar geleden. Ja, dat, dat is. Uh, ik weet daar ook niks van. Hè, van uh, mm -hmm. maar, uh, ik, ik, maar ik heb schrik voor, voor later. Ja. En ook wat er nu gebeurt, de wereld is veranderd. Mm -hmm. En zeker, ik ben curieus hoe dat gaat gebeuren na. Na ja, de corona. Ja. Hoe dat de wereld gaat evolueren. Maar de grote filosofen, gelijk een Harari, die zeggen, ja, maar we mogen dan niet negatief kijken. De wereld gaat hoe langer hoe meer open, dus er ja. gaan ook meer conflicten zijn. Maar de mensen, de nieuwe mensen, gaan ook hoe langer hoe meer weten. En dan komen die wel terug samen. Want ja. uiteindelijk zijn de nu Chinees of Congolees of van Brussel. We zijn allemaal hetzelfde. Zeker en vast. En ja. we hebben allemaal twee nieuws gehad in ons. Alsjeblieft. Liefst aan de voorkant. Ja. <laughs> maar je hebt toch wel, dat, dat zie ik in, in al uw nummers, in al die jaren. Ja, dat, dat maatschappelijk gevoel, mm -hmm. dat zit u dwars. Want je maakt daar regelmatig statements over. Voelt u hulpeloos als eenzame Zorro die rondloopt? Je ziet dat dan allemaal gebeuren en eigenlijk kan je er weinig aan doen. Ik kan nog een nummer, mag de zo'n Zorro? Ja, ja, <laughs> tuurlijk. Ja, maar. Ik kan ook nog een nummer maken in de tijd, The Bubble Will Burst One Day. Wow. Ja, en ja. dat was ook een van die, maar ik ben, zonder publiek ben ik, ik niks. Van, ik heb publiek nodig om te leven ook. Mm -hmm. Waar ik zit, mijn inspiratie komt door mensen. En de mensen, mijn omgeving en mensen geven mij inspiratie om nummers te schrijven. Ja. En ik ben een vailleur. Mm -hmm. 150.000 procent. Ja. procent. En dat geeft me inspiratie mensen. En wat denk je dat je kan teruggeven? Want je geeft ook heel veel terug. Hè? Ik wil zeggen, als je in de AB staat voor dagenlang voor mensen die helemaal opgaan in hun muziek. Ja, je moet ook veel je krijgt veel, maar ja. je moet ook veel geven. Wat denk je dat je kan geven aan de mensen die in het publiek zitten te kijken? Wat de mensen heeft aan mij energie. Mm -hmm. Het is weer de keer het is pingpong. Ja. En jij geeft ze misschien een visie op de wereld. Ja. Neem het allemaal niet te serieus, maar weet toch wat je mee bezig bent. Ja, maar ze weten het ook wel. Mm -hmm. Maar misschien ben ik, uh, ja, ik weet misschien is dat pretentieus, dan ze van me eens zijn. Misschien toon ik dat met muziek. Ja. Wat een schilder of een fotograaf doet dan met een foto. De, spie ja. de spiegel voor de massa ja, houden, ja. zeggen ze dan. Hè. Ja. Maar ook, ik like bijvoorbeeld, wat dat muziek doet voor mij, like bijvoorbeeld like, uh, like, uh, de, de laatste optreden die ik gedaan was met Chemo. Mm -hmm. en ik stond op een optreden ja. <laughs> ja, en like, bijvoorbeeld, mijn laatste optreden die ik heb was in, voor mijn operatie was in Parijs. In Parijs, Echt, twee, drie dagen voor de operatie. Ja, ja, ja. Respect man dat je dat doet. Zo, en de dag nadien was ik geopereerd. <laughs> Maar dat is ook de enige manier om, 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 ja. om ja, in het leven te staan, ja, door doen. want ik, ik leef met de kanker. Ja. Het is een zware kanker, een pancreas. Ja. En ik leef daarmee, maar ik, maar ik heb een fantastisch leven gehad. En, ik, en, nu, en nu nog, hè? En nu nog, ja. en nu nog. En ik proef, ik zeg, ik leef vandaag. Ja. Gisteren is, bestaat niet meer, en morgen bestaat ook niet. Ik leef dag vandaag. Ja. En dat is, uh, ja, ik heb veel geluk gehad. Ja. Merci. En, merci, merci. en maar music is de dope, maar music is ook your hope, hè? is eigenlijk. Ja, een ja, ja, kracht. Ja. Het is, uh, ik, zie, ik zie muziek zoals Adrialine. Ja. Ze heeft me nooit bedrogen. L'Union fait la force, tweede ja. track op het album. Ja, uh, jij bent altijd een grote Belgicist, of uh, ja. van, van het surrealisme van België, ja, ja. voorstander geweest, een grote Brusselaar, ja. een grote Europeaan. Ja. ja, dat wist je toen al, l'Union Fela Forse. Ja, ik ben een grote fan van Magritte. Ja, voilà. Van het surrealisme van België, dat is mij, ja, ik voel me daarin thuis. Maar volgens mij ben jij ook de surrealist, de naoorlogse surrealist, na Insor ja. en Kamakurka en Herzelen, ja. die twee ook nog erbij. Dat ja, zijn ook constant daar. Ja. Absoluut. <laughs> <laughs> maar ook die L'Union de la Force, ja, daar slaapt toch uh, politiek in altijd. Je uh, have the left-wingers, the right-wingers en everybody else is in the middle. Ja. L'Union de la Force is c'est la vie, la Via Rose. <laughs> Maar mooie teksten eigenlijk, hè? Schiet u daar gewoon zo in flarden te binnen, of zit je daar uren op te puren? Nee, 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 Ik ben heel impulsief. Oké. Okay. Als ik schrijf. Ja, ik, ik, ik schrijf zo, boem, boem. Ja. En komt dat in u op terwijl je over straat wandelt, of moet je zeggen van, ik ga nu even zitten, ik dat pak een papier? Overal kan dat. Als ik heb altijd de stilo bij mij en een, een badje papier. Ja. L'amour toujours, de liefde is ook een groot thema. With you staat op de eerste plaat. Um, maar ik heb ook al dat gevoel: de liefde is niet gemakkelijk. Nee. Ja. <laughs> maar, uh, maar liefde, dat is te zien. Welke liefde? Mm -hmm. uh, like, ik ben verliefd op mijn kinderen. Ja. Dat is het belangrijkste voor mij. Want dat is een dus, soort dus van Onvoorwaardelijke liefde. Ja, ja, ja. Die overstijgt de ja. liefde voor een vrouw, wat soms erg is, dat ja. die, dat overstijgt. Want je ja, zou ja. dat eigenlijk ook voor een vrouw moeten kunnen voelen. Maar ik voel, je weet bij mijzelf, sapas, l'amour. Ja, ja, ja. ja, ja. En, maar heb, jij, heb je enig idee hoeveel vrouwen jij het hart hebt gebroken door heel het leven, of hoeveel vrouwen jouw hart hebben gebroken? Dat mag ik vergeten. Ja. Het is moeilijk om het vol te houden, hè? Ja, en, en ik, ik moet... Ja, ik ben een mens nog altijd, een human. Ja. En uh, ik heb misschien uh, mensen gekwetst zonder dat ik dat dan besefte. Mm -hmm. En misschien nu nog altijd dat ik dat niet besef, ja. ik weet het niet. Maar ik denk niet veel. Oké. Maar de... Heb je veel van, van de vrouwen die je gekend hebt, zijn nog goede vrienden? Ja, 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 ja. zeker dan vast. Amai. Dat is belangrijker dan de, de passie van, van, van de nacht of het moment soms. hè? Ja, de vrouw wat heb ik mee geleerd, dat kan ik. Ja, ik kan ik dan altijd contact mee. Mm -hmm. Zelfs vrouwen die niet in, in België woont, ik kan ook in Parijs woonden. Ja. Ik had twee kinderen met de Francaise, ja. En ik heb dan altijd contact mee. Ja, ja. Um, maar zonder de vrouw. Wij waren daar niet. <laughs> Iemand moet het doen. Ja, ja. Je kan het niet, ja. kinderen maken. Oh, ja, uh, mooi. <laughs> de meeste van, van uw nummers over vrouwen zijn uh, zeer breekbaar. Het is nooit: we hebben daar straks, give me what I need. Dat is ongeveer de enigste... Zo expliciete tekst over echt seks. Give me what I need, let's do it on the kitchen floor, let's do ja. it till the break of day. Ja. Dat is echt gewoon. Poepen, ik wil ja, nu. Ja. Ja. Dat doe je niet vaak. Je, je, je bent, dat erotische laat je weg, maar de, maar de liefde en de passie zit er wel altijd in, hè? In, ja. de, in, je, in, je, in je tekst. Ja, 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 ja. Maar ik ben ook opgevoed door vrouwen, hè. Ah ja. Mijn, mijn moeder was een echte feministe van la lettre. Oké. Okay. En eh, mijn tantes, die, mijn, mijn tantes ook, ik ben opgevallen, en die bellen me nog altijd op, de donderdag, mm -hmm. om 1 uur, mm -hmm. en die zeggen, wat hij heet, waar ben je? <laughs> en die zijn ouder dan ik, he. die ja. zijn al 10, 90, en nog altijd... En die leven ja, nog allemaal? Ja, ja. En wat zeg je dan? Ik ben thuis, het zijn patatjes. Ja. <laughs> <laughs> maar ik heb mijn moeder vroeg verloren. Ja. Ja, je was toen maar 24 of ja, zo? Ja, 24. Ja. Mijn moeder uh, was, ze was de baas. Ja. En mijn vader uh, moest uh, ja, luisteren. luisteren. <laughs> maar je moeder is nooit weg geweest. Enfin, iedereen kent de grote klassieker, ja. Les Jeux de ma Maar die is in jouw gedachten altijd gebleven, al die jaren lang? Mijn moeder, ja. 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 Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja. En je ziet ze ook, zeg je soms. Hè? Ja, 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 ik zie mijn moeder. Spreekt ze je soms, soms aan? Ja. Allee. Ja. Ik voel dat hij. Uh, waar, waar ze ook is, die spreekt mij aan. Allee. Ja. Ik heb dat met mijn moeder, is een paar jaar geleden gestorven. en dat begint nu te komen. Ja, maar dat komt later, ik heb ja. dat ook wat. Ja, dat is heel uh, bizar. Opeens ja, ja. staat hij in mijn gedachten. en ja. zegt hij iets. en dan denk ik, ma, van wat ik, kom jij opeens? Ik heb dat na zes jaar, als mijn moeder gestorven. zes jaar nadien heb ik dat. Zijn die dingen nog opgekomen? Jezus. Dus mijn ma is gewoon terug. <laughs> ja. Ik zit ermee. Maar ik vind dat wel fijn eigenlijk. Want ik heb er een klop van gehad, zes jaar nadien. Ja. Van, van, ja dat mijn moeder gestorven is. Ja. Want je vader heeft nog lang geleefd en die ja. is pas een paar jaar geleden ja, gestorven. Ja, ja, die was negentig. Ja. Ja. En was die vier op jou? Je hebt toch een fantastische carrière? Uh, op het laatste, ja. Je was vier. Maar, maar dat weet hij. Hij heeft dan nooit gezegd. Maar. Uh, maar uh, hij, was, als ik in Oostende speelde, was hij daar. Oké. Okay. En dat was, het dat hij me volde, maar je ziet dat niet. Maar uh, in het begin heeft hij, uh, heeft hij met de schrik, ja, in de ene ik was vrijheid, yeah. revolte. Ja, je liep en, thuis weg, ging op een kamer wonen ja, in Oostende. Ja, zonder. Uh, en die heeft geflipt. Ja, echt? <laughs> ja. ja. Je hebt, toch geen, je hebt toch geen slaag gekregen? Nee, 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 nee. Ik was wel om 18 jaar en die zei, oké, okay, als je weggaat, je mag altijd terugkomen om te eten, maar nooit je vrouwen. Oké. Oké. Hij zei, oké, okay, pa, ik kan dat gedaan. Dit is de deal, hè? Ja. Maar dat is toch goed? En heeft toch, ja. Maar was, heeft hij heeft nooit gezegd van, man, Arno, godverdekke, je hebt een hit. Olalala, nee, iedereen nee, zingt het. Nee, nee, nee. Allee. Nee, nee. Hij heeft dat altijd van op afstand gezien. Mav, hè? Ja, maar reserve zo. En... en te trots of. Uh, ik denk. Ik kan horen zeggen van mijn tante dat hij trots was. Maar hij heeft dan nooit gezegd tegen mij. Alleen man? Ja, ja, Mannen zijn moeilijk, hè? mannen zijn gesloten. Hè? Ja. En is dus ook. Uh, ik zeg. Waarom mogen mannen niet wenen, wenen? Ja. En vrouwen wel. Ja, ja. Ja, maar dat is zo. Volgende volg trek op de plaat. De. Fantastische korte titel, Stop Rock. Dat is ook een thema dat regelmatig terugkomt. Dat je, je houdt niet van hokjes denken en trends. En, uh, uh, ja, de, dus, de slogan die je verschillende keren gebruikte, popstars, flopstars, je zegt het ook over jezelf soms. Ja, ja. Um, ja, dat is ook niet veranderd. Hè? The, they come and they go. Al ja. de lopende band tegenwoordig. Ja, 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 ze gaan ja. een week mee in een TikTok en ze zijn weg. Ik zei altijd de stars in de nieuwel. Ja. En En ik ben een. nachte ben een. flopstar. Ja, Fuck. Ja, maar je blijft dat zeggen, maar dat klopt niet. Je bent nu al. Hoe lang? Al vijftig jaar bezig. En het blijft goed, want er komt weer een nieuwe plaat. En je kan ook. Wat ik ook sterk vind, is. Tissy de eerste plaat komt uit. Ik herinner mij, in humor was die kritiek niet goed. Nee. Helemaal niet goed. Nee, en Het nee, was nee. ook allemaal. Fuck them, let's go. Ja, ja. Dus je kan er wel tegen. Ja, ja, maar. Uh, maar wij. Dat is ook. Uh, de, en dat geeft me nooit gekwetst. Mm -hmm. Nee. Want. Wij hadden. De, de, de goede kritiek kwam van het buitenland. Ja. En van het publiek ook, hè? En van het publiek, ja. En. Dat was, ja, ik zou, ik zou ook nu wel dat iedereen mij raakt zit. Ja. Dan had ik een zwaar probleem. Wie <laughs> moet moeten dan nog kwaad zijn? Ja. 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 <laughs> De Parrot Brigade, ja, dat is hetzelfde, hè? Uh, ja. Die bestaan nog altijd. Nou, is er eh. nu meer Parrot Brigade? Je hebt Twitter, uh, iedereen spuit maar meningen en wordt het naverteld. Ja, zeker en vast. Uh, Well, ja, dat is ook iets dat niet verandert, denk ik. Hè? Nee, maar nu is er meer fake news, ja. denk ik. Ik zeg wel, denk ik, ja. dan vroeger. Het grappige is dat de man die fake news heeft uitgedacht, de grootste leugenaar is in de politiek van de laatste tien jaar, Donald Trump namelijk, ja. die zegt dat het is allemaal fake news is en hij lanceert fake news. Ja. Het is verwarrend, hè. Maar dat komt ons ook zijn qua Absoluut. Een slechte coiffeur, dat, <laughs> <laughs> dat is zijn probleem. <laughs> I'm not like that. Ook een geweldig uh, veelzeggend nummer. Dat is Lonesome Zorro. Dat is European Cowboy. Uh, alles zit in u. Maar uh, eigenlijk ben je toch gelijk niemand. Jij bent toch nee. nooit eenzaam geweest, denk ik? Nee. Ja. Omdat er altijd Arno binnenin u zit. Hè? Ja, 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 ja. Ik vind dat... Um Ik heb mooie momenten gehad, een van de mooiste momenten in mijn leven, als ik alleen woonde. Dat was, ik ben eigenlijk, ja, ik kan leven met mijn eigen. Mm -hmm. Omdat je ook in conversatie bent met jezelf en je ja. zit aan teksten te denken en aan ja, ideeën. Ja, en ja, en ja, aan... Ja, ja. Maar nu, ja, kijk, met mijn ziekte nu, moet ik zwanier uh, doen. Nee. Mm -hmm. maar, maar ik hoor van zwanier doen mijn vrienden kan fantastische ja. vrienden. Maar je houdt toch wel van gezelschap? Ja, zeker en vast. Een groep is ook een familie, hè? Ja, zeker en vast. Ja. Als ik op toeneem ben, dat is de familie. Ja. Lijken like nu uh, Mirko, Bruno, ja. Nico, het is allemaal maar O. Is... <laughs> ja. <laughs> <laughs> en maar ook, is... weet je dat, in mijn groep zijn er ook, uh, like, like Bruno is, um, is um, een Mongool, van, van Mongolië. Van Mongolië, ja. ja, ja die van Down Ander? Nee, dat heb ik dan zo gevonden als ik jong Echt? was. Ja. Mirko Bonovic is Joegoslaaf. Ja. En ik heb verschillende dingen in, in, in de groep. Dat is een mix van, ja, ja. van nationaliteit en, en ik vind dat fantastisch met mijn groep. Als ik op tournee ben, de tourbus, dat is onze familie. Ja. Ik vind dat fantastisch. En, en dat elke, is elke dag aan de reten ook. Hè? Ja. Mongols. En dat is mijn leven op toer gaan nu. Ja. Ik mis nou, dat al een jaar dat ik niet op toer ga, ik mis nou. ja. Ja. het hoe, hoe compenseer je dat? Ik zeggen, spreek je meer af met de mensen die je kan zien in de, in de nabijheid? Omdat, ja, als je optreedt, dat is een heel publiek leven, hè? dus je, je ziet continu mensen. Dus je bent blij dat je soms s'avonds alleen eens thuis zit. Maar nu, ja, nu zijn er geen concerten. Dus Hm. Ja, dat is natuurlijk, dat is niet voor mij alleen. Dat is, nee. dat en in Brussel is er eh, een avondklok. Ja, ja, om tien uur, ja, maar dat is niet voor mij alleen, he. dat is voor iedereen zo. Ja. Maar ik kan dat, ja. Dit is, het is nu, uh, je moet altijd optimistisch zijn, he. dat gaat veranderen. Ja. Maar ik heb een fantastisch leven. Ja. Enfin, ik weet dan nog met die semantiek, we, we, we deden Scandinavië, jong. we speelden overal van Finland, Denemarken, Zweden. Overal speelde me. Ja. En uh, dat was nog in de tijd. dat we onze negen PJ meenamen. Ja. Nu, nu is dat niet meer. PA die trouwens 10.000 kilo woog. woog houten, ja. houten, houten dikke kisten. met twee camion's. Met twee camion's, ja. En, wij, en, wij, en, en, en in de tourbus waren nog geen couchetten. Nee, nee je kon er met moeite zitten. Ja, ja. En we deden duizenden kilometers in, ja. op, op boten en al. Tot in Italië speelden we, Frankrijk, Duitsland, overal we speelden. we Je moet eigenlijk een ijzeren gestel hebben om dat te doorleefd hebben, hebben. Ja, ja. En, en het eten, die catering, dat was niet gelijk nu. Nee, 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 nee. nee. We waren content met de, het brood met en, Ja. Nu, was niet, nu is het vegetarisch of ja, vegetaris, uh, vegan. Of alal, uh... of, 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 uh, ja. of, of, of dat. En nu moeten ze dat van flessen wijn ja. van die... Van die Franse uh, streken. Goh, ja. mooi. Je moet dus misschien een, een Arabische versie maken van Oelalala. Halalala. Ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> ja. Maar, als ik al zo die groep zie, die. die wat dat er in onder. Uh, uh, ja, ja, ja. Dingen staat. Goh, goh, ik, ik ben ervan beschaamd, jong. Is Arno vandaag veel eisend voor de groep? Nee, ik vraag niks. Ik uh, kan niet genoeg met een flesje wijn, het is al. Mm -hmm. En dan nog. Ik mag je ik... let toch heel goed op je weten, dat was toen ook al. Ja, ja, laat de ja. goed op mijn eten, ja. Ja, ja. Ik eet niet veel en vlees, maar uh, vis en al, uh, ik kan uh. Maar nu, ja, ja, ik ben braaf. Telefoon? Ja, dat is van ja. mij. Ja, neem maar op, neem maar op. Arno pizza. Zeg, zeg Peter, ik ben bezig met een interview te doen. goeie weer, bellen, oké. Okay? Allee, da, 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 da. De concerten, zeer indrukwekkend, T.C.Matic, uh, begonnen vaak met Give Them a Leader. Ja. Dat was ook gedurfd. Hè. Ik moet zeggen, je hoort, je hoort ja. een soort van dreigende dreun. En dan de stem van Jozef Goebbels, Goebbels ja. die zegt... Uh, Vol volgen, ze, volgen ze een totale krieg? Ja, woont ja. hier een totale krieg? Ja. En dan denkt hij de, in de zaal van... Wat staat daar op het podium? Zijn de neonazi's aangekomen of hoe ja. zit dat hier? Ja. En dan zing jij, give them a leader. Ja. Man. ook een statement? Ja. Als ja, we nu moesten doen, nou mooi. <laughs> ja, dat, zo dat zou ook niet meer kunnen. Hè? Nee, nee, nee. nee. Ja. Het is nog een keer welke vrijheid dan we weer, hè? Maar ik ben zeker geen fascist, toch? Ja, in tegendeel, ja. denk ik. Ja. In tegendeel, ik, ja. ik, ik wilde je juist maar aantonen welke gevaar dat het is. Ja. En toen stelde zich dat probleem van die leader ja. toch veel minder dan nu. Ja. Want nu zijn er wel dat soort mensen die opstaan van Zeker, I am the ja, new leader. Ja, ja, ja. Maar ik zeg, op, dat komt terug hé, nu. Ja. Ja. Ik, ja, ik kan dat, ja. Het is raar hoe dat dingen veranderd zijn maar Ik heb even gekeken. Joy Division was ja. ook uh, een grote naam. Maar Joy Division, die naam komt... Van uh, de Freuden-abteilingen uh, Van de nazis die Joodse vrouwen misbruikten in de kampen. Ja. Ter prostitutie. Ja, ja. Dan denk ik, je noemt je groep naar een nazistisch prostitutienetwerk. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja, nieuwe orde ook, hè. De nieuwe orde. Ja, ja, dat nieuwe zou New je order. vandaag niet meer kunnen. Ja, ja, je ja, kan ja. dat toch niet doen. Je kan jezelf toch niet uh, Leon de Grel noemen of, ja, of zoiets. Ja, 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 ja. Vandaag word je daar onthoofd. Ja, zeker alvast. Zie je daar. Goed in dat men kritischer is over het verleden. Leopold II is ook verbonden met Ostende. Op alles is er tegenwoordig kritiek. Ja. Is er te veel kritiek volgens u. Wel, ik vind Anicordi <laughs> mooier dan Leopold II. Absoluut. <laughs> <laughs> en ik vind. Ik ja. vind, dat, ik, vind <laughs> ja, dat, voilà. ik vind de Anicordi-tunnel fantastisch. Absoluut. Als naam. Ja. En dat was een hele toffe madame. Ja. En voor de mensen die haar nu misschien niet kennen, is dat misschien een goede reden om eens al die muziek te luisteren. Zeker en vast ja. En ik weet welke actrice dat dat was. Ja. En welke artiest dat dat was. Ja. Brusselette van Laken. Ja. Ik weet dat nog heel goed. Ik, ik was een keer Marl. Maschar was voren. We waren samen niets gaan drinken en zo. En Jij die... met Charne als Naboer? Ja, ja. Allee, uh, allee ja. Boswaar. Het <laughs> is gewoon gezelschap. Ja. En, uh, maar ook, ja, ja. En, en, uh, en die zei ook, zegt hij, Arno. Dat is de tofste actrice-artiste uh, die ik heb gekend. Allee. En die was, zegt hij, maar niet voorheen, die speelde Elas Vegas. Ja, 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 tuurlijk. Een Belgische die niet gekwende was in België. Ja. Ja, want vraag dan eender welke Vlaming. Ja. Wie is Annie Cordy? Er zullen veel mensen zeggen. Ja. Ik weet het niet. Maar Charles, maar denk, maar Charles zei ook, zei, jullie zei hij, ja nog een beetje artiesten daar. He? Ah ja. Van Brel. Ja. He? Van die wereldbekend is. Ja, Niels de Stadsbaarder. Ja. Nee, nee, maar dat is toch... <laughs> ja, ja, dat, dat zijn, is zo. Dat zijn mensen die wereldbekend zijn. He? Ja. Artiesten, Magritte. Absoluut. Uh, James Ensorion. Ja. Hoe wow, jij wow. een, een kettingmuseum had van... En Los Angeles, je komt binnen in de entree, ja. Ensor. Absoluut, ja. De pijp van Margriet hangt ja. ook in, in Los ja. Angeles, in de, in de LACMA. En Apple. Ja. Dat is Margriet. Absoluut. <laughs> ja. Maar jaren voor Apple, hè? Ja, want dat is ongelooflijk. En jaren voor de Beatles, die ook jaren, Apple gebruikt o, hebben. Ja, want dat is ongelooflijk. Wat een artiest dat we erin hebben, Ja. Dat is, dat is ongelooflijk. Viva Boma is ook zo'n fantastisch, want je bent nu net weer allee, België aan het uh, ja, verheerlijken. En terecht, Ja, dat doe je daar ook. Hè. Viva Sofa was het boekingskantoor. Viva Sabena. Ja, Viva Marcel et les Mois de mazel. Ja, ja. Over wie gaat dat weer? Ja, Marcel. Had, had ik toen zoveel vriendinnetjes? Ja, <laughs> je, je kon niet klagen. Ik <laughs> kan ook altijd niet klagen hoor. Ah, oké okay, dan. <laughs> <laughs> Ik en dan viva Willy elezizi. Ja. Willy Willy, naar ja, wie het ja. station genoemd is. Hè? Ja. Willy Willy, dat was een vriend van mij. Ja. Zeg, en als je de hoes ziet, fantastisch mannenlijf, namelijk de fotograaf Danny Willem. En, ja. en jij zingt viva Willy elezizi. Ja. En de hele gay community dacht, Arno, zet dat PD? <laughs> nou, gay. Gay. Ah, waar, Sorry. Ja. ja, ja. En dan was het zo. Nee, ik, ik ben nog altijd lesbisch. Ja, maar men, men dacht dat wel, hè? Van... Iedereen dacht dat, ja, ja. <laughs> We hebben door dat dan daarover dan door hebben ze als ze me verteld, wij hebben de eerste gay party die in Brussel was. Oké. Okay. Hebben wij gedaan in de Nationale Belgique? En wij waren de groep. Ja. Dan ze vroegen, die sematiek en al de mannen in de zaal die dachten, we waren... ah, je schoon op blote ventie ja, ja, die op de, de ja, kast staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat geweldig was... hè? Ja, dat is wel <laughs> <laughs> Maar Viva Boma, ja. Wat zou het vandaag zijn? He? Viva Radio, Viva Video, vandaag Viva het Internet, Viva Facebook, Viva Twitter. Viva Twitter, ja. Ja, van alles. Ja. Maar eigenlijk was je hier ook, dat maak ik nu in het Paul van jaar. Dit is Paul van hè? Nee? Ja, dat is juist ja. Dat is. Viva, boom, paukeslag, hè? Ja, ja, ja. Paul van Oostein in Antwerpen, zijn neus is daarin zijn, Ja. Zijn dat ook nogal een zijn de gehouden, ik, of zo, hè? Nee? Um, ja, er is een grote tentoonstelling. Ah, ja, ja, ja. Het, het boek is terug uit. Maar dit is echt Viva Boma. Ja, ja. Was jij toen bekend met wat van Oostein gedaan had? Ja, in de jaren twintig dan? Ik ben in de tijd als ik... Ja, in, in die tijd was ik... Uh, ja, ik kon Paul van Oostein, maar... Ik, de beste schrijver voor mij zijn die twee. Dat is Louis Paul Boon. Mm -hmm. Ik ben zot van die. Ik kocht vooruit vroeger dat er ja. altijd een stukje van Louis Boontje. Boontje, ja. ja, ja. En Hugo Kloos. Ja. We waren veel te samen, nu en ik, op de trein naar Parijs. Ah ja? ja? Ja. We zaten altijd te samen en waarover werd er dan gesproken? Over van alles. Maar Hugo heeft zijn eerste broek geschreven in Oostand, Ja, dat klopt. In een hotel. Ja, in een hotel over de vester. Ja, juist. Hij was daar op het hotel. Ja. En hij is nog getrouwd geweest met een madame. Ah ja? Ah ja. A potverdikke. Ja. Welke was dan? De eerste vrouw? Ja, dat was... De, de actrice. De eerste, nee, nee, dat was Sylvie. Uh, uh, nee, nee, die Nederlandse, nee, nee, dat was de laatste. Ja. Nee, de laatste was... <laughs> het is al even ingewikkeld als bij u. De, de laatste, dat was een actrice, een Hollandse, ja. Nederlandse actrice. Sylvia Christel. Sylvia Christel. Ja. Christel, ja. En daarvoor heette die weer, ja. Een, een, mooie, een mooie vrouw ook. Ja, ja, ja. ja, ja. En haar ook, kost haar ook, ja. Ja. Uh, maar goed, kende Hugo Kluis het repertoire van Arno goed? Kende hij de, de nummers? waar de maar sprake daar niet over. Nee? Nee, nee. Jij sprak niet ook, ook, ook niet over zijn boeken dan? Nee 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 nee. We spraken over uh, van alles. Ja, ja. Ik had dat ook met Marvin Gaye. We spraken nooit over, over muziek. We spraken over Marvin. We, 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 in de tijd we gingen altijd de jointje als mond op op, op stonden en mm -hmm. we, we spraken over de vrouwen. Hij zei: ja, de ene keer is hij zei, Marvin zei, een keer aan, zei Nooit tegen een vrouw zeggen dat je haar je graag ziet juist maar tegen grootmoeder <laughs> ja ja Marvin was ja. een fantastisch gast ja als een vriend ook Oder Brown Oder Brown was er en ah, die Marvin, was daar he. ook mee ja, ja die woonde ook in en nostalgie ja Oder Brown was een goede vriend van mij heeft, hij, heeft uh, Marvin Gaye muziek gehoord die jij gemaakt had? Ja, ja, ja. Wat die symmetiek in de eerste plaat, he. Ah, ja, oké. Okay. Ja, ja. wat, wat vond hij dat oké? Okay? hij vond het goed amai. Yeah? en mooi. En Andover Brown ook, oké. Brown, dat was de rechterhand van Marvin Gaye. Uh -huh. Dat was ook fantastisch. Enfin, op die eerste plaats zat natuurlijk ook het grote Olalala. Oh, Heb je enig idee hoe dik was dat je dat al gezongen hebt? Nee. <laughs> man man. Ik ken het nog altijd van buiten. En vooral ook het einde, dat zijn vijf slagen. Boem. Ja. Drie, vier, vijf. Ja, maar we moesten stoppen, nee. Je, moest, je moet ergens stoppen. Maar het is altijd hetzelfde. Do, ja, maar dat blijft. Het, blijft. Ja. De, het is toch ongelooflijk dat zo in het begin schrijfde uw grootste klassieker. Ja. Op dat moment weet je dat niet. hè. Ja. En ah, putain, putain ook. He. Ja, absoluut. Like, like, ik weet daar nog Putain hoe we we dat gemaakt hebben. Ik was bij Jean-Marie in Cassolo. En Jean-Marie had de Fender-gitaar. Nu nog altijd, denk ik. En als je dat omdraait, de Fender-gitaar, zijn er drie ressources in. Ja, ja, van die veertjes. Ja, ja, ja. Zulke zware ressources Ik Ja, ja, ja. Zo n zo n ware, this ja this yeah. Ik zei: mag dan? ik dat ik aan die dingen. Uh, ik sta dan in een versterker. En ik maakte een plek en boos door rand te staan. Poef, 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 toef. Ik moon een nummer maken, poef, en, en dat is nummer. Poof, poef, 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 uh -huh. poef, poef, poef. Ik kwam van Kassel ik kwam meer de uh, tringen van Leuven naar uh, Brussel. Ik kom in Brussel. en uh, uh, ik, kom, ik stap uit in de Garde-Nord en. Het valt de hassen, je, je, je verliefd is en die noemt. En die zegt putain. <laughs> en ik kon ik al zo vier talen en zo. En ik zei putain, ik zei, nu soms kan men doen, ja. dat is ja. Ja. En dat zie Ja, dat is per ongeluk. Ja. Maar dat is ook wel ja. Brussel. Ja. En België en Europa, hè? Zeker, alles doorheen, de melting pot. Dat is de melting ja. pot. En geen racisme, iedereen leeft iedereen, door elkaar, met elkaar. Wij leven met vijf talen hier ja. in Brussel. Dat is een rijkdom, hè? Dat is, en wat er hier gebeurt, jong, dat is... Ja. mijn theaterse uh, theaters, concertzaal. Mm -hmm. Je moet geen taxi nemen ja. om er naartoe te houden. Maar als je nu zegt van... Ik ik ben niet zo zeker dat het goed gaat aflopen met de wereld, als je nu naar Brussel kijkt, Brussel is er toch geweldig op vooruit gegaan zeker, met wel. de jaren 80. Zeker, toen was de helft van het centrum een puinhoop, een ja. leegstand, vuil. Als je nu, Brussel centrum is fantastisch. Ja ja, ja. maar ik kan ik nog, door jou denk ik, in Brussel in, in het centrum komen wonen, in Rue ah, ja. Bo. In Rue Lebeau, ja, een paar huizen verder. J Jij heeft daar een appartement gegeven aan mij. Ja. Ik was heel rijk toen. Ja, <laughs> Ik had gezegd dat er eentje te huur stond. Ja. Rijk was je niet, maar rijk nee. wel. Ja, juist. <laughs> en, en ook wat er gebeurde in het centrum, dat is ongelooflijk ja. in die tijd. In één keer, Jan de Korte ja. kwam daar. daar. Jos de Pau Mardin. Uh, Dominique de Rudder. Dominique de Rudder. Ja. Uh, 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 Marcel van Tilt. Ja. En, en in ene keer kwam dat in de kok. Ja, absoluut. En, in Falstaff, en in de valstaf En nog veel andere mensen, and Willy Wallijn. Willy uh, Wallijn, dat, ja, dat was toch ongelooflijk. Zonder, ja. zonder. Ja, hoe kwam dat eigenlijk dat we daar naartoe gingen? Ik heb geen gedacht. Want er was niks. Hè. Ik wil zeggen, nee. de valstaf de is een fantastisch Art Deco. Ja, ja, maar dat ja, was ja. een oude, oude wijvencafé. Ja, ja, ja. ja maar we moesten daar gaan zitten, want dat ja. was niks anders. Niks, niks. En nee, nee maar mama kwam daar allemaal tezamen. En dat was. Wij hebben Brussel Centrum. Vlaams gemaakt. Ja, absoluut. Zo is de dansaarstraat gegroeid. Hè. Ja, de ja, daar heb je ook nog gewoond. Hè, ik heb ja. er ook ja. ja. En ik woon er nu nog altijd. Nu. Ja. Hé, hey, de, 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 de dansaarvlamingen zijn ze. Ja, ja, ja. Ja, nu is het precies een schildwoord, maar ik denk wel, ja, maar je had er eens moeten rondlopen in 1981. Ja. Dat wil je daar niet gezien worden, want nee, nee. dat was een gevaarlijke buurt. Ja, ja, maar nu is dat fantastisch, ja. hé, en dat is. En ook. Uh, Jarry de Meulenmeester heeft dat ja. ook al gewerkt. Die was eerst uh, patroon ja. van de Beurschapburg ja, ja. en dan van de Ancien Belgique, ja. wat toen ook een vervallen krot was. Ja, en de munt. Ja. Dat, dat, dat zo, en dat was allemaal Vlaming, joh. Ja, dus vive les Flamands, ook, ah, bah, Viva ja. Boma. Dat had met Saucis, nee. Dat had met saucisse, inderdaad. <laughs> het laatste nummer op de plaat. En dat is ook heel straf, vind ik. Pitié pour lui, in het Frans. Ja. Want dat had je daarvoor ook niet eigenlijk gedaan. Hoe kwam dat opeens, dat Frans, naar boven? Want dat is wel bepalend geweest voor al wat er nadien maar, komt, door, hè? Door, 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 door de mensen die, die Franstalen waren, ook. Ja. ja. ja, <laughs> ja, ja. ja. Ik, kan, uh, ik kan een madame... Uh, ah, ja, daarmee. Ah, en ja, dan, en dan, dan denk je... Ja, 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 kijk. Ben ik open, hé. Ja, maar het is eigenlijk een triestig... Liedje, hè? ook ja. Pitié pour lui. Ja. Toi et moi, ça n'existe pas. Ja, ja. Dus het is weer l'amour difficile. Het was, eh... een, het was een breuk. Oei. En dat was met Sonja dan? Of, of nog een andere, verder maakt niet uit. Hè? Een andere, ja. ja. <laughs> Wat is ook gedaan, nu is nu nog, hè? zoon in Parijs ook. Hein? Ah ja. ja. Wat is toch, de, de liefde schijnt door heel de jaren heen. Het is altijd vallen en opstaan, hè? Ja. Het is een moeilijke affaire. En zeker aan mensen in de kost nou niks nou, ja. aan. Zeg je dan het licht aan mij en niet aan haar? Aan ons. Aan ons. <laughs> Beste luisteraars, je moet zijn mooie mond zien aan ons en zo maar kunnen kussen. Maar het is wel, ja, het is. Andere grote thema's zijn natuurlijk sorteerleswaar. Uh, en van de laatste Dat ja, is een ja. geweldig nummer. Ja, ja Saturday Night. Hè. Je gaat buiten en. Ja, door de corona is dat allemaal gestopt. Hoe erg mis je dat? het buitenleven? Ik mis nog heel erg. Ja. Mm -hmm. Ja, ik mis nog heel erg. En ook als zo, uh, Lecostean like dat is ik uh, die op, op stranden in, in, in Oostende, s en Oostende. s'avonds zo. Met de mist die komt en die nostalgie die daar is van die reuk van de zee en al en het is ook het surrealisme die daar hangt mm -hmm. Ik, in Oostende is er uh, een speciale lucht he, dat, ze noemde een soort en spillaat noemde dat appelbloserum ja goed. en dat is dat is een speciale lucht, just maar in Oostende kan je dat een, een, een stuk van, mm -hmm. van de zee in Oost en Oostende en dat nummer is erop gebaseerd, ja. ja. Is dat het, ik vind dat vaak het schoonste moment van het leven is zo. De namiddag is gedaan en de mensen hebben al gegeten en dan begint de avond. Ja. Begint. Dat is, en als het dan wat zo net de zon weg gaat. Ja, als die zon naar beneden haalt, ja. dat zijn vijf schilderijen ja. en één uur van Spiljaard. Absoluut. En ik ben een fan van Spiljaard, ja. een grote fan. He. En die heel goed met donker en licht kon werken. He. Leon. Leon. Leon, ja. Leon Spiljaard. Mijn ja. grootmoeder was de beste vriendin van zijn, van zijn zuster. En Spiljaard woonde in Brussel. En ja. Adolf en de, de, de in de Allee. Adolf Max. Ja. Oh ja. ja, die woonde daar, Leon. Leek mij een hele donkere figuur eigenlijk. Ja. Donkere inborst. Ja, 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 ja. ja. Maar maar prachtige schilderijen, S hè? daar niet van. Wanda zot van ik. Het is heel indrukwekkend, uh, ja. maar die somberde heb ik bij u nooit gezien. Nee. Ik wil zeggen, je bent een heel ernstige mens, maar langs de like andere kant, ja, ja, joie de vie hè? Ja, ja, dat is, waar. dat is waar. Allee, goed. Allee, ja, merci, Een beetje Ensor. <laughs> ja. Nog een paar dingen, uh, wat ik ook op deze plaat niet hoor, maar wel op een andere dingen. De alcohol. Uh, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt de groep, je hebt de muziek. Hoe gevaarlijk lief is dat geweest doorheen het leven? Het is, het is een demon, hè, de alcohol. Ja. Ik, op mijn laatste plaat heb ik een nummer gemaakt, Lady Alcohol. Ja, absoluut. Ik, was daar, ja, ik ben daar de tijd mee geweest. Ja. Maar niet als ik op toernooi was. Ja. Maar je hebt dat toch altijd goed onder. Want het is heel verleidelijk voor een artiest. Je gaat, als je ja. s'avonds dan buiten gaat, ja. je komt mensen tegen in een bar en je ja, drinkt ja. weer te veel en een dag nadien nog eens... Maar je hebt dat toch altijd heel goed onder controle gehad. Ja, ja, ja. Ik ging nooit drinken uh, als de dag nadien moesten spelen. Op toernooi dronk ik niet. Ja. Nee. Het is wel het is eigenlijk de gevaarlijkste drug die er is. Hè, ja, want... en kook, ook. Ik heb vele mensen die opgebrand zijn door alcohol. Mm -hmm. En door kook en door doop. Ja. Ik heb vele mensen met talent. En die zijn opgebrand door die drugs. Van ja, alcohol en. Ja. Ook ook. de blues zit ook vaak in uw nummers blues is kaffaar is de dark side wat ik eigenlijk uh, zelden hoor is ja, de dood, als je zegt het leven zeg ja. je ook de dood ja. is dat iets wat je nooit geïnspireerd hebt om over te schrijven of doe je dat net door heel heftig olalalala's oh en magnifieken het leven te aan ik leef vandaag ja. en ik wil niet denken aan de dood ja is dat nu erger geworden, nu, ja. met de ziekte? Dan ik, nu denk ja. ik er helemaal niet aan. Het, ja, ik doe het weg. Ja, ik doe het weg. Okay. Ik, het is erger dan vroeger dat ik het weg doe. Mm -hmm. Wat, misschien heb ik nog twee jaar te leven, ik weet het niet. Ja. Dat is te zien hoe dan die... Of jaar, ik weet het niet. Ja. Dat is dat, te zien hoe dat de ziekte evolueert. Hè. Maar de dokters gaan erop vooruit. Hè. Dus er ja, is altijd veel meer hoop dan dat er vroeger was. Hè? Ja, tot nu toe is alles positief. Mm -hmm. maar, ja. maar je ziet er fantastisch uit. Ik weet het. Ja, <laughs> nee, dat, dat is dus de genoemd weet je wel. Ja. Ik kan, kan, uh, kan uh, een examen doen bij de chip -inders. Ah ja? Denk je dat zo, dat, dat zo mag zijn? Ja, je moet een heel goede kleur van slip kiezen. Ja, maar ze zijn... Ik kwam daar naar de IKEA. <laughs> ze zijn in... Bij de Ikea? Ja, 5 voor 10 euro joh. Dan moet je dat zeker doen. Koop er twee pakjes. Moet je ook een pak zijn? Ja, ik moet. <laughs> ah, maar, ja. maar ga dat jij voorbij staan, want jij zit veel struisel dat ik. Ja, gij... maar weet je wat, met momenten chipendeels als ik zo, oh, het wakker doen. <laughs> het wakker, ja? Ja. Met balletjes is dat niet gevaarlijk, voor met twee bolletjes? Dat is, je kunt die beter van achter vastbinden. Oké. Okay. Ja. Zo aan Prins Charles hoor. Ik spreek van ondervinding. Ja. Oké, okay, ça va. Merci. <laughs> Allee, Arno, tot binnen 40 jaar? Oké. Okay. Ja. Allee, merci, man. Doei, doei. Ja, ja. Doei, doei. Willy. <laughs> ja. really. Music Matters.